namelijk ongelooflijk veel geschreven natuurlijk over voetbal. Volgens mij is dat de sport waarover het meest gepubliceerd is. Maar dit is echt iets anders. Theo Maassen zei al in zijn geweldige voorwoord van... Dit is allemaal gelul, maar dit is intelligent gelul. Dan wordt er een boek gepresenteerd over filosofie en dan lijkt het ze heel geschikt dat jij daarbij hoort. Snap je zelf waarom? Nee, maar het was vooral Jeroen van Lely, denk ik, die natuurlijk een enorme student is geworden. Ik ken Jeroen goed. Sinds ik terug ben gekomen uit Australië zijn Peter, Jeroen en ik echt vrienden geworden. En ik weet dat hij enorm geïnteresseerd is in deze materie. Dus ik denk dat het vooral Jeroen was. Voetbal is heel tactisch en volgens mij wordt het ook steeds tactischer. En als je kijkt naar vroeger was het gewoon degene die het best kon dribbelen en scoren. Dat was de beste speler, maar tegenwoordig is het best wel een denksport. En dat vond ik trouwens ook altijd heel erg leuk aan voetbal. Maar ja, ik zou niet per se zeggen dat dat dan ook weer met filosofie te maken heeft. Eerst wil ik de twee auteurs van dit fantastische boek uitnodigen. Een duizend applaus voor Hekstenhuis en Rekenkop. De overhandiging van de eerste exemplaren in de Goalsvest. En dan denk je, ja, een Hengeloer en een eigenlijk ras-echte Enschedeer, dan is dit ook wel... Een hele mooie plek. Heilige grond natuurlijk. Ik vond het heel leuk. Ik ben hier in geen 30 jaar geweest, denk ik. En ik stapte uit. En ik dacht, hey, dit is leuk dat ik hier nou eens mag komen, doordat ik zelf een boek geschreven heb. Nou, René was ooit Denken des Vaderlands. En ik ben journalist bij Trouw. En toen was het mijn taak om hem te interviewen. En dat vond ik ontzettend leuk, want René interviewen is een klein feest. Heel vaak interview je mensen waarvan ik eigenlijk al weet wat ze gaan zeggen. En dan moet ik het nog maar opschrijven. Dus het is een beetje een showspel. Maar bij René weet je nooit of hij links afslaat of rechts afslaat. En welke voorzet hij geeft. Een spits, hè? Een spits. En toen zijn we die columns gaan maken. En die waren leuk en die deden het goed bij de krant. Ja. En toen dacht ik, ooit gaan we een boek maken. Dus begin dit jaar heb ik hem opgebeld. En het WK, ik zei, het WK komt eraan. Als het ooit is, is het nu. Als je samen schrijft, moet je altijd... dat wat niet goed is, moet je kunnen accepteren van de ander. Dus en dat hoort elkaar inspireren is ontvankelijk kunnen zijn. En dat hebben wij wel met elkaar. We hebben wel samen gewerkt. Je hebt altijd van die mensen, ah god, ik weet het altijd beter of zo. Maar als je samen schrijft iets, moet je niet meteen denken dat je het beter weet. Heel vaak heb je een journalist die vindt het heilig wat hij maakt. En dan mag iemand die geïnterviewd wordt nog een paar foute feiten verbeteren. En dat vind ik flauwekul. Ik bedoel, wij hebben in best hoog tempo een boek gemaakt. En dan ging er op donderdag een stuk naar René. En op vrijdag kwam het terug. En dan herkende ik alleen nog de lidwoorden. En dat vind ik eigenlijk wel lachen. Dan denk ik, nou ja, het kan ook anders. En dan gaan we een andere kant op. En omgekeerd hetzelfde. Terwijl als je dan echt gaat zeggen, joh, maar dit heb je wel gezegd. Dan kom je toch in een heel gek vaarwater terecht. Dan maak je geen leuk boek. Je hebt nogal een carrière achter de rug en dus ook heel wat teamgenoten meegemaakt. Wie is de grootste filosoof waar je ooit mee in een team hebt gezeten? Nou, jij is net al genoemd. Ik denk dat Blaise Compaoré een van de weinigen is die ik zo kan opnoemen waarvan ik denk, oh, die was er echt in geïnteresseerd. En ik was toen zelf 19, 20 jaar, dus ik moet zeggen, hoeveel ik daarvan mee heb gekregen is voor mij ook echt heel weinig geweest. Hoor. Het is meer dat je het af en toe een keer leest in een interview van hem of zo, of een keer terughoort dat hij daarmee bezig was. Maar het was niet zo dat hij in de kleedkamer alleen maar over filosofische dingen sprak of zo. Helemaal niet zelfs. Oh, ik dacht even, ontdekken nu eindelijk de sleutel naar het kampioenschap. Nee, absoluut niet. Nee hoor, nee. Ik moet nu eigenlijk denken aan Chinedu Ede. Ik weet niet of mensen die nog kennen, maar die ja, hij had altijd ook wel hele mooie gedachten over dingen. En ook wel gewoon hoe hij zijn leven leidde, was ook wel een soort vrije geest, vond ik dat. En dat vond ik wel interessant en ook echt een hele leuke gozer. Dus ja, ik zou hem nu noemen, maar ja, ik heb ook niet met heel veel mensen samengevoetbald natuurlijk. Was jouw idee ook, René, om het eerste exemplaar aan te bieden aan Wout Brama en Jeroen van der Lely? Ik ben wel geïnteresseerd geraakt, moet ik zeggen. Ik heb niet heel veel filosofische boeken gelezen. Ik ben wel eens begonnen in een boek, maar ik moet zeggen dat ik het nooit heb afgemaakt. Maar ja, ik moet zeggen, ik ben echt geïnteresseerd geraakt in dit boek, omdat het namelijk twee dingen combineert die ik heel leuk vind. Ik vind filosofie echt leuk. Ik denk dat het heel interessant is om daarover meer te leren en dat je daardoor dingen van het leven misschien beter kan begrijpen. Ja, en als je nu dan ook nog voetbal beter kan begrijpen, ja, dan had ik het boek misschien 16 jaar geleden moeten hebben. Dan had mijn carrière er misschien wel heel anders uitgezien. Dus wie weet wat de komende jaren nog gaat brengen als ik deze heb uitgelezen. Ja, ja, ja.